had gisteren patat besteld. Ik kreeg het in een zak. En als ik aan iets echt een bloedhekel heb, is het patat in een zak. Vind ik altijd wel leuk uitzien. Maar het is uiteindelijk, je zit, als je een jas aan hebt, uiteindelijk zit de mayonaise tot aan je elleboog. Echt, ja. Tot aan je oksels. Zit, in die, dan denk ik van, joh, waarom in een zak vinden jullie het eten van patat uit een bakkie fijner of uit een zakje? Nee, ik heb het liefst een zak. Het heeft iets gezelligs. Iets gezellig. Een bakje is handig in de bouwkeet. Hè? Daar zit je en dan vrijdagmiddag. Ja. Vrijdagmiddag. Maar ik vind een zak, als je door de stad loopt, ja. Dat en dan gewoon een beetje gaan. En ik vind altijd frietjes die heel lang in de mayonaise hebben gelegen, die worden een beetje week. Oh, die zijn zo lekker. Dat zijn de allerlekkerste. Oh, ik ben zo niet. Maar moeten we even een klein onderzoekje doen onder onze luisteraars? Of je wil weten of. Ik ben wel benieuwd of team zak, team bak. Ja. Goedemorgen, met Kevin. Hey Kevin, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij gewoon een. Ja? Gewoon een zak friet. Die gebruiken ze gewoon om onderin te knijpen zodat er minder friet in kan. Is dat zo, ja? Mijn oom en tante hebben een frietzak gehad. Ja, kijk. En dan doen ze altijd deze onderin de zak, deze dan inknijpen. Zodat ze minder friet erin konden doen. Vaak heb je ook, als ze hem dan aangeven, dan zie je het friet zakken. Wat goed dit. Nog nooit opgelet. Maar jij bent team bak dus, Kevin, begrijp ik. Sowieso. Sowieso. Nee. En het is gewoon patat, hè, Kevin? Nee. Goedemorgen. Team bak of team zakken, Monique? Jazeker, team bak. Maar al is het een zakje, dan vraag ik de saus apart. In een bakje. Hoe doe je dat dan? Je hebt toch maar één. Je kan er niet twee handen. Maar dan kun je niet meer lopen. Nee. Dan moet je gaan zitten. Natuurlijk kan je wel lopen. Dan heb je man toch het zakje van. Die loopt er als een sil achteraan. Dankjewel, we gaan naar Patrick. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, heren. Patrick, is het team zak of team bak? Ik ben team bak. Ik ben van het patatje oorlog. Oh. En dat wordt een teringzooi als je dat in een zakje doet. En nog even wat. Ja. Die vrouwen die zeggen altijd, wij delen altijd. Maar het is altijd zo. Als je een patatje wil halen, wil je ook? Nee, ik hoef niet. En uiteindelijk ga jij eten en is je jouw patat op te vreten. We gaan even naar Denise. Denise, goedemorgen. Oh, ja. Ben jij dan een uitgesproken bakgebruiker of liever de zak? Ik ben een bakjesgebruiker. Maar als ik bijvoorbeeld naar een festival ga, dan vraag ik altijd een extra zakje. En dan scheur ik dat grootste gedeelte eraf. En dan vraag ik daar gewoon de saus in. Dus dan heb je gewoon een zakje met patat. Ja. En daarnaast het zakje met de saus. Dus, en die zet ik dan in dat zakje met de patat. Oh. Het is een halve wetenschap aan het worden. Ik vind dit wel echt een gouden tip. Ja. Ik ga dit een keer proberen. Raymond, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben voor team zak. Hey. Ja. Maar waarom de zakken, Raymond? Nou, gezellig. Zaterdagmiddag over de markt met de kinderen. Lekker in de duif, heel je mouw vol. Dat hoort erbij. Ja, toch? Ja. En dan voor team zak. En dan mayonaise, pindasaus. Ja, patatje hollig inderdaad. Ja, patatje alles erop en eraan. Huisjes. Heerlijk. Lekker. Lekker. Ik krijg er gewoon zin in. Ik heb ook zin in. Oh.